De Centrale van Landsdienarenorganisatie, CLO, heeft afgelopen zondag een akkoord bereikt met financiënminister Gilmore Hoefdraad. De landsdienaren krijgen per september een loonsverhoging van 25%. Tijdens een vandaag gehouden assemblée van de arbeid in het CLO-centrum heeft het hoofdbestuurslid Michael Miskin de ledenraad voorgehouden dat er invulling is gegeven aan een van de belangrijke punten in de motie die door de ledenraad op 3 augustus is aangenomen. Het resultaat is onder andere dat de netto vooruitgang van de ambtenaren vanaf 170 SRD naar boven is. Volgens Miskin moet er nu gewerkt worden aan een overeenkomst met de regering. In die overeenkomst gaan we alles meenemen. Alles wat hier gezegd is, alles gaan we meenemen. En meneer Hoefdraad heeft zich gecommitteerd. Hij heeft gezegd van kijk, er zijn een aantal zaken verkeerd gegaan. Ik heb die app hier zo, ik ga het aan jullie voorlezen. Ik begreep dat jullie akkoord zijn met de berekening. En op basis daarvan ga ik akkoord met jullie 25% bovenop de brutering van 500 SRD. Dat zijn de exacte woorden. Ik ga akkoord. En verder heeft hij gezegd met meneer Kerto, voorzitter van onderhandelingsorgaan, moeten wij de komende 2 weken de overeenkomst afronden. U moet ons de tijd geven om de overeenkomst. Omdat met die overeenkomst gaan we alles meenemen, wensenpakket. Ik ga u straks, ik heb een concept overeenkomst en gaat u straks ook voorhouden. Minister Hoefdraad heeft ook aangegeven zich persoonlijk te zullen inzetten om alles dat verkeerd is gegaan te verbeteren. Miskin ging daarna in op de principeovereenkomst. Wij brengen u een fragment. De aan de landsdienaren toegekende SRD 500 netto koopkrachtversterking wordt gebruteerd. Dit moet resulteren in een nieuwe bezorgingsreeks. Een gezamenlijk team van deskundigen van partijen, beide partijen, zal dit proces monitoren. De brutering onder punt 1 geschiet zodanig dat er geen achteruitgang ten opzichte is van de laatstgenoten netto bezoldiging. Op de nabrutering van de 500 SRD nieuw vastgestelde bruto bezoldiging wordt een bezoldiging toegekend van nu 25%. En te rekenen natuurlijk van 1 september 2018. Dit zal resulteren in een nieuwe bezoldigingsreeks. Een fragment uit de principeovereenkomst die de CLO met de regering, vertegenwoordigd door financiënminister Hoefdraad, heeft bereikt. Het resultaat is met applaus ontvangen door de ledenraad.